Arjo, je staat nu op de plank een beetje een nieuwe show met de moed der wanhoop. Ja. Waar gaat die show over? Het is een voorstelling waarin ik... De rode draad van mijn programma is... ik vertel het verhaal over dat ik ooit op de een of andere manier met Pegla op de vluchtstrook kwam te staan. En ik had een enorm clownspak aan. En daarmee zat ik heel groot in de berm, in de stortregen op de ANWB te wachten. En je zag eruit als een horrorclown. Een horrorclown, ja precies. Het is een enorme grote groene strik en een rood bloemetjes tuinbroek en een neus en een snor. En zo. Maar ik had, de context verder waarom ik het aan had, het was met een voorstelling te maken. Maar dat was zo'n theatraal beeld dat ik dacht, dat is mooi, dat verhaal dat gebruik ik als kapstok voor mijn hele voorstelling. En daaromheen heb ik liedjes en sketches en typetjes gebouwd en conferences over andere situaties waarvan je denkt, hoe dan? En dat is uiteindelijk een voorstelling geworden, ja. En ik heb altijd... Want er ben je zoiets aan het maken. Mijn vriendin heeft nu mijn reprise-première geregisseerd. En zij kan dan heel goed zeggen, ik zie vaak de humor niet eens in van wat ik meemaak. En, ja. dan ben ik een verhaal aan het vertellen. Ja, en dan zegt zij ineens, maar je snapt toch wel dat dit echt een hilarisch verhaal is voor op toneel. Maar daar had ik dan helemaal nog niet bij stilgestaan. En dat is dan vaak uitstekend materiaal. Ja. Ja. Dus van die zoektocht naar je helden ben je nu meer naar die hilarische momenten gegaan? Ja. En heb je ze dan allemaal zelf meegemaakt? 90% van wat ik vertel is waar. Hallo, ik ben Frits Hoefnagel. Vond jij de video nou ook zo leuk? Klik dan op het duimpje omhoog en abonneer je gelijk even op ons YouTube-kanaal. Doen hoor! Heb je het nou al gedaan?